Ja, welkom bij Cultuur in Actie. We hebben aan tafel Rick van Veluwe, die net me vertelt, ik ben met de fiets hier naartoe gekomen. Ja, ook was lekker dat je gewoon... Ja, ik moet ook wel op de fiets nu, je kan ook nergens meer in natuurlijk. Auto's nee. En treinen. En, nee, maar je woont dus in Utrecht. Ja, ja, ja. En wat is je functie? Ik ben eindredacteur bij CJP. Ja. Het cultureel jongerenpaspoort. Ja, dat is heel belangrijk, hè? Heel belangrijk, ja, tuurlijk. Ja. Dat zal ik wel zeggen dat het heel belangrijk is. Heb ja. jij ook... hoe oud moet je zijn voor je CJP? 16 of 18? 14? CJP heeft echt een hele grote doelgroep, want... Onze directeur Walter Groene was hier ook al, ja. Eergisteren. En hij was hier echt voor de cultuurkaart. Dat zijn de middelbare scholieren die CJP toegang biedt tot cultuur. Maar we hebben ook nog een mbo-kaart. Dat is voor mbo-studenten. En ik werk voornamelijk voor de CJP'ers. En dat is een lidmaatschap dat we verkopen voor jongeren van 18 tot en met 30. Ja, ja. Je bent ook presentator, hè? Oh ja, heb je dat, heb je productieteam ook uitgezocht? Ik heb vanmorgen vroeg wat dingen doorgenomen. Ik moest ontzettend lachen, want je bent, de zoon van de bastardzoon van Jeroen Pauw. Klopt, ja. En het, ja. Het neefje van Eva Jinek. Ja, klopt. Ja, dat ben ik. Ja, goed. Heel goed geresearched. Ja, ja, ik heb het ook heel erg... Je ziet het ook heel vaak. Mensen zeggen het heel vaak, dat je het vaak ziet. Ja. Nee, ik heb... Dat is helaas ook... Nou, dat is mijn eigen persoonlijke leed. Ik had vorig jaar een talkshow op het Theaterfestival De Parade. En dat is helaas natuurlijk ook afgelast. Ja. Dus je hebt ook aspiratie om op het toneel in het theater te staan? Dat niet per se, maar ja, het is ook gewoon dat je binnen CJP zoekt om naar alle mogelijke manieren om jongeren wakker te maken of aanspreken of weet ik van wat. En, is dat moeilijk? Verschilt. Ja, er zijn mensen die natuurlijk dolgelukkig zijn dat ze weer naar het museum mogen of naar een bioscoop. Maar er zijn ook doelgroepen die moeilijker te bereiken zijn. Ja. En jij zegt, jij bent verantwoordelijk voor die kaart van 18 tot 30-jarigen. Wat zijn acties die je onderneemt? Wat doe je daaraan? Ja, als einddirecteur ben ik verantwoordelijk voor de content. Nou, dat is tegenwoordig het overkoepelende woord voor manieren om eigenlijk je doelgroep te bereiken. We zijn natuurlijk actief op alle socials. We sturen nieuwsbrieven. Maar we zijn bijvoorbeeld ook actief zelfs op zo'n... festival als De Parade, om jongeren aan te spreken en te enthousiasmeren. En wat ik zeg, het is een enorme grote groep, 18 tot en met 30. En als je 19 bent, dan zit je misschien net in je eerste studentenkamertje. En als je 29 bent, misschien in je eerste appartement. Dus dat is een gigantisch verschil. En ook die hele culturele levensloop, die gaat natuurlijk... Je begint misschien dat je houdt van, weet ik veel, Lowlands. En als je 29 bent, ga je alweer naar North Sea Jazz of zo, weet ja, ik veel. Nou. Ja, weet ik veel. Ik weet ook niet. Ik ben nog nooit in North Sea Jazz geweest. Nee. Gezegd, dus. Nou, het is ook wel leuk, maar ik vind wel een hele grote stap voor Lowlands gelijk 10 jaar naar North Sea Jazz. Ja, mensen worden ook soms heel snel oud. Dat nee. Okay, maar goed, om een verschil aan te geven, die doelgroepen zijn heel erg verschillend. Dus ook van hoe ga je iemand bewegen om voor de eerste keer een museum in te stappen. Ja. Maar ook hoe ga je iemand bewegen om voor de 10e keer hetzelfde museum nog eens in te stappen. Ja. Dat kan ook heel erg de moeite waard zijn. Ja. Maar die kaart is natuurlijk heel belangrijk. Want met die kaart kun je met fixe kortingen kun je overal inkomen. Ja. Ja, tegenwoordig is het niet meer echt een plastic kaart. We zijn echt wel digitaal gegaan, dus het werkt eigenlijk allemaal digitaal. En die korting is ook een onderdeel, maar we kijken bijvoorbeeld ook naar... hoe mensen cabaretkaartjes kopen voor voorstellingen. Ik noem maar bijvoorbeeld in de Kleine Comedie. Maar wat oudere mensen zullen misschien een tripje echt plannen. Die zullen 2 maanden van tevoren hun kaartjes kopen. Nou, jongeren die denken soms het bonnefoy van... Hey, wat? Daniel Arendt speelt volgende week in de Kleine Comedie. Daar wil ik eigenlijk wel heen. Dus wat we ook doen is soms kaartjes achterhouden voor CJP'ers. Zodat we jongeren ook die we niet achter het net willen laten vissen, toch nog willen gaan. Of een pre-sale organiseren voor een concert waarvan we weten dat gaat hard. Dus we willen sowieso 100 tickets aanbieden aan jongeren. Ja. Dat doe je dan sowieso als einddirecteur van de CJP? Nou, dat doet een andere collega van mij, maar dat proberen we voor elkaar te boksen. Dat we met culturele partners zijn we continu in gesprek van hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook jongeren toegang krijgen tot wat jullie aanbieden. En dat willen culturele partners ook heel graag. Want soms kijk je als theatermaker misschien ook een zaal met heel veel grijze mensen en denk je, zat er maar eens de helft die wat jonger was? Of, hoe komt dat nou, dat die jongeren, zo weinig jongeren het theater gaan? Komt dat omdat ze te laat met kaartjes zijn of gewoon minder interesse? Dat is een hele goede vraag. Ik denk heel erg dat het gaat om dat je het gewoon eens moet doen. Je moet het eens ervaren, je moet het eens voelen. Toen ik bij CJP kon werken, had ik ook nog heel veel dingen niet gedaan. En dankzij mijn werk heb ik heel veel dingen kunnen zien en ervaren. En denk je, wow, dit had ik nooit verwacht. Of, want het is helemaal niet erg als je ergens bent geweest en het is heel erg saai geweest. Of je komt naar buiten en je snapt er helemaal niks van. Of je wordt er zelfs chagrijnig van. Maar het kan ook een hele leuke avond zijn geweest. Wat was jouw eerste ervaring dat je echt dacht, wauw, wat zie ik nou? Kan je dat nog herinneren wat dat was? Ja, in ieder geval was een formatieve ervaring. Ik ben zelf heel erg de cultuur ingerold vanwege mijn liefde voor muziek en de concerten die ik bezocht. Maar ik ben voor CJP bijvoorbeeld ook wel eens naar Holland Festival geweest.
En toen kwam ik terecht bij een theaterstuk van 8 uur. Een theaterstuk dat een marathon was. En ik dacht, ja, gut, laat het maar eens proberen. Een beetje avonturisme moet je ook wel hebben soms. En ja, dat was heel bizar. Want het was, soms viel ik bijna in slaap. Ik heb ook bijna gehuild. Dus dat vond ik heel mooi aan. In 8 uur kan je heel veel meemaken. En toen leerde ik ook van, het is niet erg ook als het saai is. Het kan ook best saai zijn. En welk stuk was het? Kan je het nog herinneren? Nou, het was, ik weet niet meer hoe het stuk heette, maar het, volgens mij The Family of... Het was een, het oh, was The een, Family? Nee, niet dat stuk. Dat heb ik ook gezien trouwens. Nu klink ik echt een cultuursnob wat ik niet ben trouwens. Maar goed, het was een Amerikaanse familie die in een keuken zat. En 1,5 uur durende actes. Weet ik niet meer. Ja, dit heeft geen zin. Die gaan we heel lang over. Maar ja. ik vond het heel bijzonder dat je door zoveel scala van emoties kon gaan tijdens één stuk. En je wist niet van tevoren dat het 8 uur... En je wist niet van tevoren dat het 8 uur zou gaan dat duren. Wel. Ik had wel van tevoren bedacht van hier ga ik dan een mooi stuk over maken. Van hoe is het om 8 uur lang een theaterstuk te ervaren. Ja, ja. Je had ook een heel leuk artikel over wat je moet doen als je te oud bent voor een festival. Ja, klopt. De 5 ja. tips wat je moet doen. Geen knakworstjes eten. Als je 25 plusser bent. Ja, niet in een tent gaan zitten. Ja. En vooral tijd aan jezelf besteden. Bijvoorbeeld, ja, en glamping is natuurlijk een hele nieuwwetse uitvinding die heel veel mensen toch kan overtuigen om naar een festival te gaan. Ja. Ja. Je gaat tekenen voor hoeveel mensen? Ik wilde origineel tekenen voor alle CEP'ers. We hebben een doelgroep van 59.000 CEP'ers die een leerlingschap hebben. Maar daar ben je nog te jong voor, echt. Om dat te doen? Of? Ja, daar ben je nog te jong voor, Rick. Hoe oud denk je dat ik ben, Paul? 25. Ja, oké, is dat wel goed. Ik ben 27. Nou ja, precies. Maar goed, ik teken voor de hele kantoor van CEP en dat zijn op en rond de 18 mensen. Nou, precies. 18 plus. Ja. Ja. Ga lekker tekenen. Dankjewel. Heel veel succes met je einddirecteurschap van CP. Dankjewel. Ik ga tekenen namens 22, geloof ik, hè? 20, nou weet ik niet meer. En dus als je echt een risico wil nemen in je leven, ga dan naar een stuk van 8 uur met je CP-pas. Je snijdt heel klein. Ja, ik heb het zo hoog. Maar goed, je bent nog jong. Dankjewel. Succes en desinfecteer ze. Ja.